Voor de aanvang van de Raad van Ministers heeft de pers een moment gehad met de vicepresident. De vragen die gesteld werden hadden betrekking op het Pan-Amerikaan gebeuren en de actie die gevoerd werd op Powaka. 7 maart is mijn jaardag. Dan ga ik gelijk gebruik maken van de gelegenheid dat ik in de huwelijkboot stap. Dus met trouw op 7 maart. Bij deze worden jullie ook uitgenodigd. Maar in Mongo hoor. Boy, totale gemeenschap kan niet. Wie kan? Als maar die wanko mag komen. Ja. Dan zal dat kunnen, ja. Misschien was ik naar het toilet. Maar in ieder geval was geen enkele besluit genomen waar ik in welke vergadering aanwezig was. Was er geen besluit. En er zou ook geen besluit genomen worden als die PPP niet op tafel. Ik heb de president gezegd, ik heb iedereen gezegd. En al die ministers die in de vergadering waren, ik ga dat beamen. Ik heb dat 2 keer toe in de regeringsvergadering gezegd van president, meneer Noor Mohamed, ik heb geen bezwaar, zolang er een overeenkomst is met een ondernemer. Ja, al is dat 2 regeringen voor ons. Maar er is een overeenkomst, dan moet je dat uitvoeren. Maar ja, die overeenkomst is hem. Ik werk niet met, ik ga het mailen. Ik wil het zien. En omdat ik geen PPP heeft gezien, heb ik gevraagd om het aan te houden. Dus ik ben al moe om hierover te praten. Maar in ieder geval, natuurlijk zijn er, dan kunnen ze die, dat, als de PG dat nodig heeft, dan zal zij, onderzoek zal dat uitwijzen. Ja, en wat in de samenleving wordt gezegd, VP, dat u de klokkenleider bent? Dat zou ik zelf gaan doen. Ja, toch, ik ben niet bang om iets te gaan zeggen. Precies wat ik hier zeg, dat ik niet erbij was, heb ik dat gezegd. Klokkenluider, de PG gaat toch de klokkenluider ook moeten horen. De klokkenluider moet ook een keertje verschijnen. Al ben je anoniem getuige bijvoorbeeld. Mensen hoef je niet te kennen, maar de PG gaat die persoon toch kennen. Ja, toch? Dus in ieder geval, wat men daar zegt, ik ben geen klokkenluider, ik ben de vicepresident. Ja, ik ben geen enkele klokkenluider. Als iets niet goed gaat, dan zeg ik het precies waar het gezegd moet worden. Ik heb het in de vergadering gezegd en ik heb het nergens anders gezegd. Ja? Dankjewel. Op dit moment de mensen van Powaka verhit zijn vanwege het feit dat ze al een tijdje aan het wachten zijn, eigenlijk op de overheid, om dus dan een kapitein te bevestigen. Bent u hiervan op de hoogte? Waar? Powaka. Maar in ieder geval, dat is niet een kwestie van de overheid. In ieder geval, wij gaan niet bemoeien in traditionele aangelegenheden. Maar Powaka moet niet, die mensen daar moeten niet doen voorkomen alsof de regering onwillig is. Als er 2 partijen zijn en 1 wil zich niet neerleggen. Wij zijn niet de rechter. Ze zijn helemaal naar de rechter. Dus moeten dat ding precies vertellen hoe het is. De zaak is nu bij de rechter en wij kunnen niks aan doen. Ze willen dat we de minister moet opdragen om een beschikking te maken voor iemand. Terwijl die zaak bij de rechter is. Die andere partij zegt van, ik draag niet over. Ja, ik ben legitiem. De verkiezing is niet rechtmatig gehouden. En ik ga naar de rechter. En de zaak is bij de rechter. Wat moeten wij doen dan? Maar ze zijn vandaag zo ver gegaan om de weg te barricaderen. Dat is niet mijn probleem. Kijk, wanneer je een weg gaat barricaderen, dan is dat van het openbare ministerie, niet de regering.